Droom jij wel eens wat je zou doen als geld geen enkele rol speelt? Zijn jouw dromen wel je werkelijke dromen? Of zijn er andere dingen die je veel gelukkiger maken als je echt die jackpot wint? Mijn ultieme droom is het meemaken van een raketlancering. Mijn ultieme droom is het kopen van een oude meester. Kinderboeken illustreren. Met mijn dochtertje mooie herinneringen te maken. Nou, dit is dus een cap met elektroden die je hersenactiviteit meet. We nemen een kijkje in jouw onbewuste brein. Welkom bij het Staatsloterij Droomexperiment. We gaan een kijkje nemen in jouw brein. En de voorpret gaat nu beginnen. 5, 4, 3, 2, 1. Ik vind het heel spannend. Ik ben echt heel benieuwd of mijn ultieme droom ook is wat ik in mijn hoofd heb. Dit is echt heel erg anders. Daar ga je. Je hebt een enorme uitschieter. Ja. Wij kunnen vliegen. Vliegen, ja. En de oude meester... Staat heel laag eigenlijk. Staat eigenlijk heel laag. Jouw ultieme droom is een space trip. Serieus? Het laatste wat ik gedacht had. Mooie herinneringen maken met je dochtertje. Ook wel de wens van een hele mooie, veilige thuisbasis voor je kind. Ja. Het allerliefste een luxe villa zou willen. Ja, dat had ik toch echt niet verwacht. Het blijkt dat jouw eigen droom totaal anders is dan jouw ultieme droom. De reis met je dochter is wel verreweg het populairst in jouw brein. Maar blijkbaar, ja, gaan we toch voor de luxe. Ik kan het niet verklaren. Jouw brein zegt iets heel anders. Bijzonder dat het mijn ultieme droom blijkt te zijn. Je kunt maar beter weten waar je echt van droomt, want de 10e kan het gebeuren.